20 jaar geleden is deze school volgens mij gebouwd. En dit is de architect. En hij heeft het helemaal bedacht. Nou wou ik eigenlijk beginnen met de vraag van... waarom ben je eigenlijk architect geworden? Toen ging ik een keer naar Parijs liften. En toen lifte ik mee met mensen die mij vroegen, wat wil je worden? Wat later, toen zei ik nog. Hoe oud was je toen ongeveer? Misschien architect, nou toen was ik 17. En die zeiden, oh, maar dan zullen we je eens even wat laten zien. En toen kwam ik in een modern huis, helemaal met glasstenen en staal. En toen dacht ik, ja, dat wil ik. En dat was het glashuis, het Maison de Verre in Parijs. En dat heeft me eigenlijk over de drempel geholpen. En mijn vader vond dat helemaal niks. Ik was met moderne architectuur bezig. En dan reden we in de auto en zei hij, Herman, kijk eens, daar is wit, iets wits met een plat dak. Moet jij mooi vinden. Nou ja, zo was het, zo ging dat. Toen wilde ik gaan architectuur studeren in Amsterdam. Lekker dichtbij, gezellig in Amsterdam. Zei mijn vader, ben je gek als je architectuur wil studeren, dan moet je naar Delft. Een echte serieuze technische opleiding. Met echte professoren. Nou, ik dacht, dat moet dan maar. Zo is het begonnen. Als mensen mij vragen, wat is nou precies, wat gebeurt er met architectuur, wat moet je kunnen? Je moet... Natuurlijk heel goed de indeling weten van zo'n gebouw, wat ze allemaal willen hebben. Nee, die ruimte moet naast die ruimte liggen, die ruimte moet staan. En die moet zo groot zijn en die moet zo groot. Dus het is een eindeloos gedoe. De brandweer wil overal deuren. En ik wil nergens deuren. Want ik had in Parijs, in dat Maison de Verre gezien, dat alles open was. En als je dus een school gaat bouwen, dan... denk je natuurlijk in de eerste plaats, niet ik hoor, maar de meeste mensen denken dan aan gangen met lokalen. In die gangen puilen de jasjes allemaal uit en liggen al die rugzakjes. En in die lokalen zijn dan leraren die zeggen hoe het moet. Dat is dus wat ik niet wil. Dan moet je natuurlijk ook nog een school zo maken dat de kinderen zich er thuis voelen. Het moet niet een soort van... opbergsysteem zijn van 9 tot 12 of van 2 tot 5. Het trappen zo maken dat je hier kunt zien of je vriendinnetje nog steeds alleen loopt. Of je vriendje. En een open systeem, eigenlijk meer zoals een stad. De mensen zeggen altijd, ja, kinderen houden van kleur, dus je moet allemaal leuke kleuren in die school aanbrengen. Maar ik denk, dat moeten ze zelf doen. En dat doen ze ook zelf. Dan moeten die docenten daar natuurlijk wel een beetje aan werken. Om het toch een beetje te doen, heb ik dus in die kolommen heb ik dus gedacht, die kunnen wel een kleurtje krijgen, want de mensen gaan toch niet op zo'n ronde kolom schilderen. Het allerbelangrijkste vind ik dat je overal waar je bent, en dus ook alles wat je bouwt moet zijn voor sociale verbinding. De gedachte achter die trappen, waarom die niet gewoon zo lopen, maar zo op afstand en op alle dingen, is dat dat de ideale gelegenheid is om andere mensen te zien. Je moet altijd met iedereen proberen in contact te komen. En dan moet wat je bouwt, moet daar dus bij helpen. Als ik het nog eens een keer zou moeten bouwen, zou ik het nog ja, ik kan nu meer dan toen. Ik weet meer en ik geloof dat het nog beter kan.